Hallo allemaal, welkom bij podcast nummer 3 alweer van thuismysterie.nl. En vandaag hebben wij als gast Ruud Kool van Puzzelpost. En ik moet zeggen, ik ben zelf een hele grote fan van zijn spellen. En dit is ook echt volgens mij het eerste spel, het thuismysterie, wat ik ooit thuis gehad heb. Ja, en dan is het al erg moeilijk om dat niveau weer te gaan verbreken door andere makers. Dus dat is een mooie intro volgens mij voor jou. Ik kan zelf niet heel veel meer over jou vertellen, dus ik ga heel gauw het woord geven aan Ruud. En die mag eens wat over zichzelf vertellen. Over zichzelf, wie die is en wat hij met Puzzelpost, et cetera, allemaal doet. Welkom Ruud Kool. Dankjewel Jachien voor de mooie woorden. Ja, ik ben Ruud. Ik ben de maker en bedenker van Puzzelpost. Dat is inderdaad, was ik in Nederland een van de eerste thuismysteries, zo niet de eerste. Gewoon een beetje tegelijkertijd met Krimibox, als ik me niet vergis. Maar die zijn natuurlijk Vlaams. Mijn eerste spel is in 2017 uitgekomen. Het Boekenierdossier. En daarin is mijn belangrijkste focus om te zorgen dat het er allemaal zo echt en mooi mogelijk uitziet. Dus dat is het dossier van een vermissingszaak uit de jaren 70. En er zitten allemaal vergeelde plattegronden en kranten en oude foto's en dat soort dingen in. Heb ik geprobeerd om zoveel mogelijk nadruk op subtiele verkleuringen en dat soort dingen te leggen. En zoals wel meer thuismysteries natuurlijk, geen tijdslimiet, geen spelregels, geen envelop waarop staat, maak deze pas open als je puzzel 3 hebt opgelost of iets in die trant. Ja, precies. Het idee is dat je iets in de post krijgt dat echt is. Ja, en dat je denkt van, hey, ik heb iets gekregen en je gaat er doorheen neuzen en aldoende kom je in het verhaal terecht en ga je puzzels oplossen. Ja, dat vind ik eigenlijk, en misschien dat dit wel de reden is dat ik thuismysteries heel leuk vind, omdat ik altijd die, als ik een nieuw spel ga spelen en dan moeten we dan gaan lezen naar de spelregels. Oh, maar ja, daar word ik al zo moe van. Dan denk ik, dan heb ik spelregel 10 gehad en dan weet ik al niet meer wat er op 1 tot en met 9 precies stond. En als je zo'n thuismysterie speelt, ja, dan moet je gewoon goed kijken. Je moet lekker het verhaal gaan lezen. Je moet gaan kijken wat voor materiaal er is en of je je puzzels erin herkent. En je kan gewoon gaan met die banaan. Nu heb je kort wat verteld over jezelf, maar hoe ben je eigenlijk tot de Puzzelpost gekomen? Want ik neem aan dat je niet een opleiding gedaan hebt om thuismysteries te maken. Nee, dat klopt. Al moet ik zeggen, ik heb literatuurwetenschap gestudeerd. En daarvan dacht ik dat ik er niks van leerde en dat ik het nooit zou gebruiken. Maar nu ben ik dus toch wel weer, ik ben wel verhalen aan het vertellen. Dus in zekere zin heb ik misschien toch wel iets aan mijn opleiding gehad. Maar zo is het niet gegaan hoor. Ik heb in mijn studententijd werkte ik bij een uitgeverij van bord- en kaartspellen. Dus meer traditionele bordspellen. Dat was natuurlijk een droombaan. Ik mocht daar op kantoor mocht ik helpen met het verzinnen van nieuwe spellen. Terwijl ik echt 21, 22 was of zo. Ja, leuk. En natuurlijk het voordeel daarvan is ook dat ik toen ik met Puzzelpost begon kon zeggen dat ik al 10 jaar spelontwerper was. Zeg maar. Dat is natuurlijk een meevaller. En daarna heb ik ook nog wel wat serieuzere banen gehad. Ik dacht dat ik met spellen dat daar geen serieuze carrière in zat. Dus ik heb bij de publieke omroep gewerkt. Maar ondertussen bleef ik wel spellen maken in opdracht. Vooral voor musea en serious games voor bedrijven, dat soort dingen. En toen, het zal het zijn, alweer een jaar of 7 geleden dat de escape rooms in opkomst waren. Ja, zoiets. En daar was ik toevallig heel vroeg bij. Toen er in Nederland nog geen was, speelde ik er een in Budapest en ik was meteen betoverd. Dus dat wilde ik ook. En toen ben ik mijn eigen escape room gaan maken. Niet voor consumenten, maar voor bedrijven. Dus een mobiele waarmee ik me liet inhuren. En dat was, daar heb ik gewoon heel veel mazzel mee gehad. Want toen begon dus die hype. En ik had een best een goed product. Ik was een ondernemer van niks. Ik wist helemaal niet hoe ik dat dan maar moest doen. Maar ik had een product dat op dat moment zo hot was dat ik dat niet hoefde te kunnen. Dus dat was voor mij een hele makkelijke manier om geld te kunnen verdienen aan wat ik leuk vond om te doen. Dus ik kon stoppen met mijn dayjob. Ik heb nog meer escape rooms gemaakt. Veel in teams gewerkt. Gewerkt met Sherlock in Amsterdam. Dat is mijn tijd lang mijn uitvalsbasis geweest.
En toen wilde ik op een gegeven moment weer meer op eigen benen en mijn eigen ding gaan doen. En ik wist dat ik niet een escape room wilde maken. Daar was ik alweer een klein beetje op uitgekeken niet. Maar ik wilde door. Ik wilde kijken wat er nog meer mogelijk was. En ik had, en ik weet niet precies waar die inspiratie vandaan gekomen is, maar ik wilde iets doen met de magie van post. Van echte papieren post, die we natuurlijk een beetje verloren zijn met z'n allen. Ja. Dat je een mysterieuze brief krijgt. Oorspronkelijk, voordat het puzzelpost heette, dacht ik eraan om het de geheimzinnige opdrachtgever te noemen. Dat idee, dat je een brief krijgt en je weet niet van wie, en er zit een mooie foto bij, en je weet dat er nog meer post gaat komen. En het moest mooi zijn, en het moest, weet je, vol verrassingen zitten. En dat is voor mij het begin van puzzelpost geweest. En leuk. Tegelijkertijd met mij is er dus wereldwijd zijn er een hele hoop mensen geweest die ongeveer dezelfde stap gezet hebben. En met behulp van een crowdfunding is dat toen van de grond gekomen. Ja, ja, daar gaan we het zo meteen. Daar gaan we het zo meteen ook nog even over hebben. Hey, en dat zeg je precies goed. Wereldwijd gezien kwamen er in één keer allemaal van dit soort spellen op de markt. Voordat jij jouw eerste spel deed, zijn er toen spellen geweest die jij zelf veel gespeeld hebt om een beetje een idee op te doen van wat er allemaal mogelijk is? Of is dat pas later gekomen? Ja, nee. Toen ik hiermee begon, toen wist ik eigenlijk nog niet dat meer van dit soort spellen bestonden of in ontwikkeling waren. Met één uitzondering, en dat is de Mysterious Package Company. Ja, die ken ik dat ook wel. Dat is een geloof ik Canadees of ander Amerikaans bedrijf, die al veel langer meegaat. Al voor de trend van escape rooms, volgens mij. En die maken heel erg mooie, prachtige postpakketten. Met houten kistjes en standbeeldjes en kaarsenwas en de documenten die er 300 jaar oud uitzien en zo. Prachtig. En duur. Maar daar zit ook meestal geen puzzelspel in. En onbetaalbaar. En onbetaalbaar, ja. Ja, en als je in Amerika woont, dan is het al duur. Maar dan heb je de verzendkosten die best wel oké zijn. En ik heb er wel eens even naar gekeken of ik ook zoiets hier naartoe wil laten komen. Toen dacht ik, nou, ik wacht nog wel eventjes tot de keer. Ik heb er dus ooit één keer een goedkope besteld. De goedkoopste, die was dan €100 plus €50 verzendkosten. En die kreeg ik binnen, maar toen was het boekeniersdossier, daar was ik al lang mee bezig in ieder geval. Dus ja, het was precies. Toen als een soort van marktonderzoek, maar daarvoor had ik het alleen nog maar een keer op de website gezien. Ja, nee, voor mij geldt hetzelfde wel. Alles wat je hier ziet staan, dat koop ik natuurlijk onder de noemer marktonderzoek, hè? Ja, tuurlijk, dat is aftrekbaar en zo, natuurlijk. Ja, precies. Dus, mocht je... dat is voor de luisteraars die dat leuk vinden. Mocht je nou denken van ik moet al die spellen ook spelen. Ja, zorg dat je gewoon zelf een bedrijfje opzet. Dat je een mooi spel maakt. En dan zeg je tegen je partner thuis. Dan zeg je ja, ik moet dat spel toch kopen. Want ja, dat is research. Dat is mijn studie. Kijk, jij koopt voor je werk allemaal, weet ik veel, studieboeken. Of je moet ergens een keer een cursus volgen. Wij gaan naar Up the Game en wij spelen dit soort spellen de hele tijd door. Dus dat is een goede reden om deze markt in te gaan, zou ik zeggen. Dus Mysterious Package Company. Ja, ik heb gehoord inderdaad dat er niet echt veel puzzels in zitten, maar dat het materiaal echt geweldig is. En die foto's die je dan tegenkomt op Facebook en op Instagram en zo, dat ziet er geweldig uit. En eerlijk gezegd, ja, dat materiaal wat jij maakt, dat doet zeker niet onder voor wat zij doen. Het enige is, er zit geen grote houten kist omheen en een grote fles. Maar dat is een keuze geweest, want ik wilde iets maken dat ook zo mooi was, maar dan dat het gewoon €40 zou kosten. Nou, dat is inmiddels, precies, inclusief verzendkosten, iets opgekropen. Ja, ik weet mijn eerste spel ook, die heb ik gemaakt. Die heb ik op een gegeven moment voor een bepaald bedrag in de markt gezet. En toen dacht ik later, maar dat kan helemaal niet. En toen heb ik hem iets duurder gemaakt. En toen dacht ik, dat kan eigenlijk nog steeds helemaal niet. Dat zijn allemaal van die leermomentjes. En ik ben dus nu met een spel bezig in de vorige podcast. En voor de mensen die nu luisteren, die heb ik een uur geleden opgenomen. Want de eerste 4 podcasts die worden in serie opgenomen. Zodat als je het leuk vindt, je meteen meerdere dingen kan kijken. Maar dan krijg je dit soort dingen. Dit is gedrukt. Maar voor de mensen die beeld hebben natuurlijk. Ja, voor de mensen die beeld hebben. Dus, ja, en mensen die alleen maar luisteren, die moeten dus dan nog eventjes naar YouTube of even op de website thuismysterie.nl kijken. Want daar komt die ook te staan. Maar dan zie je dus dat papier oud maken. Dit is handgedrukt papier. Dus niet wat je in de winkel koopt. Maar dat doe je dan zelf? Ja, dat doe ik dus zelf. En dan is nu dus de keuze. Maak ik het spel helemaal dat het alleen maar op hand gedrukt is. Dus dat elk ding ook door mij oud gemaakt wordt. Of wordt dat dan een versie die
veel duurder is, die mensen ook kunnen kopen. En als ze zeggen, nou, ik wil het spel wel spelen, maar niet het hele hoge bedrag. En ik koop toch allemaal van die dure spellen al. Ik wil hem ook even voor wat goedkoper bedrag. Ja. Dan is er een ingescande versie te koop, die dan wel op mooi papier gedrukt wordt. Maar wel dezelfde look and feel heeft, maar dan niet als je... Hè, want deze die is gewoon... Ja, dus wel dezelfde look, maar niet dezelfde feel. Ja, dat is het. Wel de look, maar niet de feel inderdaad. En kijk, als ik nu ruik... Ja, dan kan je wel raden wat ik ruik, hè, als je dingen oud maakt. Koffie. Nou, dat kan op een hoop manieren, maar ik gok koffie. Koffie en thee. En ik drink zelf niet eens koffie, dus ik heb speciaal koffie gehaald daarvoor om dat voor elkaar te krijgen. Maar dit spel staat er ook aan te komen. En zodra die er is, dan gaat iedereen dat ook wel zien. Kun je al vertellen, wat is het thema? Of is het allemaal al bekend? Ja, dat kan zeker. Het thema gaat over alchemie. En het verhaal is dat er een student van een alchemist is. Die samen met een aantal medestudenten bij die alchemist dingen leert en dingen onderzoekt. En in die tijd was bij alchemie vooral het grootste doel. Hoe maak je van lood goud? Of eigenlijk... breder gezegd van minder waardevolle materialen. Hoe maak je waardevolle materialen? En wat er dus eigenlijk elke keer gebeurt, is dat er als een van zijn medestudenten iets bedacht heeft wat interessant is, dan gaat de alchemist met de bedenksels aan de haal en die student die verdwijnt. Oh. Ja. Dus dan kan je wel bedenken wat er misschien met zo'n student gebeurt. En diegene die dit dus maakt, die heeft op een gegeven moment ook iets ontworpen. Iets ontdekt eigenlijk. En die denkt, ja, ik ga dat niet vertellen. Want dan ben ik straks ook misschien wel het haasje. Ik verstop mijn bevindingen in aantekeningen die hij ook maakt tijdens zijn leerproces. Dus dan heb je bijvoorbeeld... Even kijken of ik er een leuke... Kijken. Ja, deze bijvoorbeeld staat boven 7 base metals. Nou, die afbeelding. En daar zit dus een puzzel in verstopt. Ik hou hem niet helemaal in beeld, want dan gaat iedereen hem proberen al op te lossen natuurlijk. Dat is iets wat hij in die tijd had kunnen leren, want dit komt ook uit een van de oude boeken uit die tijd. Maar hij heeft daar dus een puzzel in verstopt om zichzelf te beschermen. Nou, daar is het verhaal omheen gebouwd. Ik heb er al wel een titel voor, maar... Die heb ik van de week verzonnen samen met mijn vrouw, maar die ben ik weer kwijt. Die staat op papier gelukkig. Die staat op papier. Als je dat wil bekendmaken, dan moet het natuurlijk niet in een bijzin in je derde podcast. Dan moet ja, precies. Nee, dat gaat dan straks eventjes goed. Hey, je hebt 3 spellen. Het is een trilogie. Maar eigenlijk zijn het er 4, als ik het een beetje goed zeg, toch? Want je mag het zeggen. Je hebt nummer 1 is... Nummer 4 van de 3 musketiers, zeg maar. Ja, precies. Er is een trilogie. Ik zie hier boven de plak liggen daar. Ja, ik zie het. Die gaat allemaal over de zoektocht naar Abigail Boucanier. Abigail is in 1979 verdwenen in het dorpje Oostzoom. En al heel snel geloven de mensen, dat is een verloren zaak. En nu is het dus al meer dan 40 jaar later en haar zus, Helena, is de enige die nog serieus naar haar op zoek is. Ze zijn nu rond de 60. Spoilers, ik zeg zijn, dus dat suggereert natuurlijk dat Abigail destijds niet het loodje heeft gelegd. En dat is ook zo. En zonder al te veel te verklappen, Helena, ja, dat is inderdaad een onderdeel van het eerste pakket. Oostzoom, hè? Op de grond van het dorpje waar het zich afspeelt. Oostzoom, precies. En die verdwijning van Abigail, daar zit natuurlijk ontzettend veel achter. En dat heeft iets te maken met het spionageagentschap waar mijn vader ook voor heeft gewerkt. Dus vanaf het moment dat Helena daar achter komt met jouw hulp, wordt het verhaal al heel snel veel groter en internationaal. En dan heeft het met de Koude Oorlog te maken en geheime wapens en allemaal... geheimen die al die hun vader deelde met zijn collega's. En het wordt een behoorlijk complex verhaal. Vooral in het tweede deel, dat sommige mensen die verslikken zich daar wel even in. Want het eerste deel is namelijk heel gezellig, klein, ja, is te doen. Ja. Detective verhaaltje. En in het tweede deel komt er ineens heel veel bij. En het derde deel, wat mijn favoriet is, daar wordt het allemaal weer... Dat is een soort toetje met ook een hoop leuke visuele verrassingen. En zo. En hoe heet het tweede deel? Het tweede deel heet Het Medusa-rapport. Dankjewel, Jachin. En het derde deel heet Het Wildeman-geheim. Dus ze hebben allemaal die kuifje-titel-format. Ja. Maar er is dus nog een vierde pakket, waar je het al, wat je al zei. Ik weet niet of jij die ook toevallig bij de hand hebt, anders kan ik hem wel even laten zien.
Ja, de Philomela brieven. En ik denk eigenlijk, als het gaat om de visuele uitstraling, ze zijn natuurlijk kleine, maar ik vind dat misschien wel het mooiste pakket om te zien. Dat is dus een oude briefwisseling tussen de vader en moeder van Abigail en Helena toen ze nog klein waren. En die gaat over het verdriet van hun familie, over hun moeder die is vertrokken en waarom dat dan was, over de geheimen die ze hadden. En onder de motorkap gaat het natuurlijk ook over het spionagewerk dat die vader deed. Alleen het grote verschil met de andere drie. Die andere drie pakketten zijn bedoeld om een avond te puzzelen, zoals de meeste van dit soort pakketten. Spelen een beetje zoals in een escape room. Ze hebben een eindoplossing. En de Philomela-brieven zijn achtergrondverhaal. Ze zitten vol met puzzels en geheimen en codes. Maar die staan grotendeels los van elkaar. Sommige van die puzzels zijn vreselijk moeilijk. Want daar, als je die niet vindt, is het ook niet erg. Maar als je die dan oplost, dan vind je nog een klein beetje meer informatie, waardoor de hele wereld geleidelijk aan steeds logischer wordt. Er zit zelfs één puzzel in die, voor zover ik weet, nog nooit opgelost is. En dat vind ik toch wel leuk. Dat vind ik toch wel leuk. Eigenlijk maak je natuurlijk puzzels om ze te laten oplossen. Maar deze is fair. Ik voel je wat ik bedoel. Dat is het leuke van de Philomela-brieven. Daar had ik een forum bij gemaakt waar mensen hun bevindingen konden delen. Dat hebben ze ook actief gedaan, maar dat forum is inmiddels wel een beetje uitgestorven, want het is allemaal al lang geleden dat dat uitkwam. En daar hebben ze dus eigenlijk voor elk poststuk in die Philomela-brieven theorieën gedeeld. En één daarvan is dus niet helemaal opgelost, maar ze zijn wel een heel eind gekomen. Maar toen hebben ze uiteindelijk de laatste cruciale stappen niet gezet. En als ze die wel hadden opgelost, dan hadden ze toen al kunnen weten wie de grote boef blijkt te zijn aan het einde van deel 3. En dat was, die kwam uit voor deel 2. Dus dat, ja, ik dacht heel ook spannend, al, ik, maar wel leuk. Dat klopt, want ik kreeg in één keer dat pakket binnen en ik dacht, hé, wat is dit nou? hoe moet ik dit zien? En toen dacht ik, dan, volgens mij moet ik dat nog niet oplossen. Volgens mij heb ik daar zelfs nog even contact over je opgezocht. Want ik had een afspraak met mensen met wie ik dit spel elke keer gespeeld heb. Een andere man en een vrouw. En samen met mijn vrouw hebben we alle delen opgelost. En deze, ja, die brief hè, die ik dus net liet zien, die komen ook in hele mooie grote, nou ja, wat is het, een beige, zandkleurige envelop komen ze binnen. En ja, we zijn er maar niet mee begonnen, want volgens mij inderdaad, wat je al zegt, ben je dan flink lang bezig. Ik ga dat nog wel een keer doen, helemaal doorlezen. Want ik weet het zijn eigenlijk meer bedoeld voor je eentje. Het is meer lezen en het is eigenlijk een kort verhaal, zou je kunnen zeggen, met een hoop puzzels en interactie erin. En wat ik me dus dan afvraag, hè, kijk, ik ben de maker van de VOC-schat. Dat is zo'n houten kist, er zit ook allemaal spul in. En ik weet hoeveel werk het is om dat in zo'n kist te stoppen, voordat je hem überhaupt kan versturen naar de mensen die dat spel graag willen spelen. En dan heb ik dat natuurlijk met die drie delen die je daarboven... Kijk, ik wijs een beetje zo. Nee, hè? Daar. Ja, bij mij zit jij aan die kant van het scherm. Daar ben ik. Oh, jemig. Nou, precies, daarboven, bij jou inderdaad. Dat daar echt veel materiaal in zit, dat het best wel bewerkelijk is. En er mag geen foutje gemaakt worden, hè? Want als mensen gaan spelen en er mist iets, en dan denken ze, jemig, wat een stomme rotpuzzel, ik kom er niet uit. En dan gaan ze je berichten van, ja, ik kom er niet uit. En dan blijkt er dus gewoon iets te missen. Ja, dat kan niet, dus het is echt wel veel werk. En toen zag ik die brief en toen dacht ik, jemig, daar heb je echt heel veel tijd in gestoken om dat voor elkaar te krijgen. En het zo mooi uit te laten zien. Dus pet je af daarvoor. Dat vind ik heel mooi. Ik heb een geheim wapen. En dat is een drukkerij en een verpakkingscentrale. Ja, precies. Die dat voor jou kon doen. Ja, maar... het komt natuurlijk, ook bij puzzelpost komt het wel eens voor dat ik inderdaad een mailtje krijg van iemand. Die heeft zich dan helemaal kapot gestaan op een puzzel. En pas na anderhalf uur een keer een hint bekeken. En toen ontdekt dat ze een onderdeel missen. Wat natuurlijk echt... Ja, dat is frustrerend. Het allerergste is wat je je voor kan stellen bij zo'n spel. Want je wil mensen een leuke avond geven. En dat is heel erg. En die stuur je dan na en dan krijgen ze een vergoeding en alles natuurlijk. Zeker. Dat ken ik. Krijgen ze een nieuwe... Nee, maar inmiddels, toen ik puzzelpost opzette... En daarom ben ik ook met de crowdfunding begonnen. Ik dacht, ik moet zorgen dat ik dit enigszins op schaal doe. Dus ik heb mezelf zoveel mogelijk weggenomen als bottleneck in het hele proces. Dus ik... print de dingen niet en ik pak de pakketten niet in en ik verstuur die niet. Als ik een bestelling binnenkrijg, hoef ik daar in feite niks voor te doen, behalve mijn voorraad in de gaten houden en zorgen dat als ze bijna op zijn, dat een nieuwe gedrukt wordt. Alleen, zo simpel is het natuurlijk niet. En dan, als er een nieuwe versie komt, dan wil ik een redesign en dan is mijn geld op en nou ja, dat soort dingen natuurlijk.
Hey, en nu weet ik dat je op een gegeven moment ook een samenwerking hebt gehad met een bekende Nederlandse schrijfster. Ik was nog even aan het zoeken waar ik dat boek heb liggen, maar die ligt waarschijnlijk ergens in een boekenkast tussen alle boeken van mijn vrouwen, want die past volgens mij in dat rijtje qua schrijfster wel een beetje, hè? Ja, het is Suzanne Vermeer. En dat is zo'n bestseller auteur met van die lekkere vakantietrillers. Ja, precies. Inderdaad. Yeah. Ik had wel eens boeken voor mijn vrouw gekocht al van haar. Gewoon als cadeautje, als ik het leuk vond om er eens een keer een boek te geven. Zij leest als een speer, dus zei ze in een avond is ze door zo'n boek heen. En toen hoorde ik dat je die samenwerking aan was gegaan. En ja, dat ziet er ook weer leuk uit. En is dat nou een verhaal speciaal daarvoor geschreven? Of heb jij dit bij het verhaal gemaakt? Dit is helemaal een samenwerking geweest. Dus het boek is van begin af aan in samenwerking met de uitgever en de auteur opgebouwd. Met dus de gedachte, wij willen een Suzanne Vermeer thriller maken. En daar zit een envelop bij met typische puzzelpost elementen. Dus er zitten brieven in en foto's, plattegronden. Sorry, een brief, een foto, een plattegrond en een stuk bladmuziek. Dus het is een wat kleinere puzzelpostervaring. Dat moet ook wel, want zo'n boek is niet zo duur. Nee, precies. En zo'n thriller heeft bijna altijd naast de hoofdverhaallijn ook nog een oud mysterie dat dan 10 jaar geleden is gebeurd. Dat ergens is gerelateerd aan de hoofdverhaallijn. En dat komt dan meestal in het laatste hoofdstuk komt dat mooi samen. In dit boek wordt die oude verhaallijn wordt niet opgelost. En dat kun je zelf oplossen. Oh, wat grappig. De hoofdpersoon vindt dezelfde documenten als jij. En soms dan spreekt ze er ook iemand over en dan komt ze wat meer erover te weten. En dus die 4 documenten in combinatie met het boek, daarmee kun je achterhalen wat er lang geleden op dat landgoed is gebeurd. Dat dan ook wel weer gerelateerd is aan de thriller die zich in het nu afspeelt. En dat is helemaal samen opgezet. Toen wij daar voor de eerste keer... er gaat een heel proces aan vooraf waarin we zijn gaan zoeken van wat kunnen we samen doen. En toen we bedachten, dit wordt de vorm, toen heeft dus Suzanne Vermeer, wat overigens een pseudoniem is, heeft een outline gegeven van dit is ongeveer wat ik met de hoofdverhaallijn wil doen, maar dat was toen nog heel open. En toen heb ik samen met Maggie, want dit hebben we met z'n tweeën gemaakt, ik heb daar iemand bij betrokken, bedacht dat wij ongeveer met onze puzzelverhaallijnen wilden doen. En daar waren we heel vrij in. Dat was echt heel erg leuk. Daar kregen we heel veel ruimte in. Toen zijn we samen gaan puzzelen van hoe past dat op een mooie manier in elkaar. En toen is zij gaan schrijven. Of hij, want Suzanne Vermeer is een mysterie. En wij zijn puzzels gaan maken. En zijn we heel vaak ingecheckt. En het is een heel mooi geheel gebleven. Dus eigenlijk voordat die samenwerking tot stand kon komen, heb jij eigenlijk al zelf puzzelwerk verricht door te achterhalen wie Suzanne Vermeer is. Nee, want ik weet nog steeds niet wie Suzanne Vermeer is. Oh, helemaal goed. Dat ging allemaal via de uitgever. Nee, Suzanne Vermeer is een enigma. Jemig, dat is wel heel interessant. Als het één persoon is. Misschien zijn het wel meer personen. Misschien is het wel een team. Ja. Misschien is het wel een AI-robot. Ja, grappig. Eigenlijk is Suzanne Vermeer dus, zou je kunnen zeggen, een heel goed merk. Want die maken dus, daar komen heel veel mooie boeken van. En in ieder geval heel succesvolle boeken van. En die wilden daar dus meer mee. En die dachten, die hebben dus ook al verhalenbundels en andere vakantiegerelateerde producten. En nu wilden ze dus, die hadden puzzelpost gezien en die wilden zoiets. Alleen, we hebben toen dus ook het boek in ieder dossier aan die mensen voorgelegd, aan Suzanne Vermeer fans. En die vonden dat prachtig en dat wilden ze heel graag doen met de Suzanne Vermeer verhaal. Ja. Maar dan vroeg je wat ze ervoor over hadden en dat kwam niet overeen met... Nee, dus daarom was het 1 brief, 1 foto en 1 plattegrond. Ja, daarom zijn we gaan zoeken naar een andere vorm. Ja. Dus een boek met een envelop. En dat was wel leuk hoor, want daar kon ik wel in bod vieren wat ik in mijn producten had geleerd. Ik heb daar dingen in zitten die er echt overtuigend oud en mooi uitzien. Maar allemaal zo efficiënt mogelijk geproduceerd konden worden. Want dat is natuurlijk het leukste aan dit project, is dat de schaal enorm was. Ja, er zijn 25.000 boeken gemaakt en gekocht, geloof ik. En dat is een schaal. Het is heel anders dan waar ik gewoon mee werk. Ja, ik ook. en dat is me goed en, ook, want ik denk dat ik geen feit... Het leuke was dus om dan te gaan zoeken naar slimme, mooie artikelen die dus waar geen handwerk aan te pas komt. Dus dingen die er wel heel oud en versleten uitzien op een slimme manier, maar die dan wel machinaal gesneden, gevouwen en in enveloppen gestopt konden worden. Omdat zo'n boek, inclusief envelop, maar €12,50 kostte. Ja, precies. Ik bedoel, waarvan de helft naar de boekhandel gaat. Ja, ook nog eens. Ja.
Dus nee, zo'n compleet andere... Maar dat is wel extreem leerzaam geweest. Ja, dat, zeker. Dat geloof ik wel. Ja, en dat is ook de reden dat ik ik dacht, ik moet nu ook een spel maken die wat makkelijker te produceren is. Mm-hmm. Want dat weten de meeste mensen denk ik niet. Maar voor elke kist die ik maak, moet ik met de hand... Moet ik gaten boren, dingen brandmerken, snijden. En ik heb geen crowdfunding gedaan. Mm-hmm. Dus ik doe dat voorlopig nog allemaal zelf. En ik heb nu hier even kijken. Daar zo staan er een paar klaar. Zo, dit zijn kisten die nu kant en klaar zijn. Maar ik had laatst in huis weer 100 wijnkisten staan. En op onze werkeiland in de keuken staan nu iets van 40 wijnflessen die... beplakt moeten worden en weet ik wat. Dus dat is één ongoing business. Maar ik vind het wel hartstikke leuk om te doen. Ja, maar het is ook hartstikke leuk. Ik heb ook mijn eerste 100 ook op die manier gemaakt. Ja, ik weet het. En dat is natuurlijk ook heel... Dat is ook prachtig. En je moet het ook lekker blijven vertellen. Want het is ook natuurlijk wat mensen willen horen. Het is helemaal niet leuk als mensen aan me vragen... Hoe maak je dat? En dat ik zeg, ja, dat komt bij een drukker vandaan. Uit China. Maar dat is niet weg dat ik natuurlijk ook in mijn eentje probeer en onderzoek en mooie dingen probeer te maken. En zo. Het lijkt net alsof ik helemaal een soort van industrie op touw heb. Ja. Dat is helemaal niet zo. Ik ben ook heel erg aan het houtje-touwtje. Want ik heb hier bijvoorbeeld een van jouw dozen. Ja. Kijk, zo. Ziet er mooi uit voor diegene die... Russisch kan, die herkent het Cyrillische schrift volgens mij wel. Ja, er zitten nog leuk geintjes erin. Ja, ik weet het inmiddels. Ja, ik heb een app. Ja, volgens mij, ik denk dat ik het weet, want ik heb daar wel iets mee gedaan. Maar ik ga heel kort even laten zien waar de mensen dan een beetje rekening mee kunnen houden. Zoiets bijvoorbeeld. Maar ja, Ruud heeft gewoon alles met de hand beschreven. Hè? Elk veeltje in een bierglas gezet. Mega veel werk. En een envelop met een mooi iets erop. Ik ga het niet helemaal laten zien, maar er staat ook weer tekst op. En hij heeft dus heel veel wijn gedronken. Heel veel wijn gedronken. Ja. En welke ik zelf heel mooi vond. Even kijken hoor. Oh jee. Ik hou hem even zo. Dan kunnen mensen een beetje zien. Hopelijk dat het er niet uitkukkelt. Even denken, hij kan er wel een paar dingen noemen. Er zit een koperen muntje in. Inderdaad, een fotorolletje. Een spel kaarten. Een sleutel met een oude sleutelhanger. Een geldbiljet zit erin. En nog een brief met een dingetje eraan. Ja, dat pakket, want het is het kleinste doosje. Maar hij is het duurst om te maken. Er zitten een hele hoop leuke dingen in. Na het Medusa-rapport, dat zichzelf dus nogal serieus neemt, wilde ik met het Wildeman-geheim een spel dat alles op een bevredigende manier afmaakt en waar je gewoon een lekker leuke avond hebt. Dus er gebeuren ook allemaal, er zitten leuke gekke dingen in. Kijk, ik weet niet of de mensen het goed kunnen zien, maar er zit hier dus ook gewoon een stuk ijzerdraad in. En dan denk je, oh jee, je rommel weggooien. Maar dat moet je niet doen. Ik ga geen spoilers geven, maar hij is heel belangrijk voor het oplossen van het spel. En voor de oudere mensen onder ons die nog weten wat er voor de digitale tijdperk was. Ja, maak die dan even open. Ja, dan wil ik eigenlijk wel dat als mensen dit... De jongeren onder ons die alleen maar digitaal kennen, die mogen wel eventjes onder de video, als ze dat doen, even reageren dat ze denken wat het is. Gaan we het niet zeggen, maar... Oh, dat is ook goed. Ja, dat is ook goed. Ik kan hem wel openmaken. Maar kijk, met een korte blik. Maar dan herkennen ze toch niet wat dat is. Nee, even kijken. Maar goed, dit is ook weer niet zo heel interessant voor de mensen die alleen audio hebben. Ja, precies. Inderdaad. Ja. Voor de mensen die audio hebben. Ik heb dit allemaal dingen laten zien. Heel interessant. Ja. En als je dat wil weten, dan moet je dus eventjes gaan kijken. Hey, en ergens tussen deze spellen hierboven heb ik het Boekenier dossier neergezet. En net zoals met de andere gasten die wij in de podcast hadden bij aflevering 1 en 2, heeft Ruud ook gezegd dat hij er wel eentje cadeau wil doen aan diegene die een screenshot hiervan maakt. Met een pijl kan aangeven waar dat spel is. En me deelt op de social media. En dan tussen een van de goede inzendingen wordt dan het spel verloot. En ik doe daar ook eentje van mij bij de VOC-schat. Onder de video of bij de show notes. Daar staat dan hoe je precies kan deelnemen. Want je moet natuurlijk wel even taggen. Hè, zodat Ruud ook weet dat je meedoet. En dat ik het ook weet. Maar je kan er dus één winnen. Het Boekenier dossier. En kan jij eventjes laten zien hoe de kist er precies uitziet? Lukt dat? Want ik zie er boven... Want dan wordt het wel makkelijker. Nee, ze moeten hem bij mij in de video laten zien, hè? Maar ik hou hem even voor de camera en dan weten we... Ja hoor, dat mag.
dit is het, Boekenier-dossier. Ja, ja, dit is niet het Medusa-rapport. Dit is niet het Medusa-rapport, dat is die blauwe. Dat is die blauwe, inderdaad. Hey, en jij vertelde net dat je een crowdfunding hebt gedaan. En daar zit volgens mij ook nog wel een leuk verhaal bij, hoe je dat voor elkaar hebt gekregen. Dat die uiteindelijk toch heel goed geslaagd is. Hè? Want met een bekende Nederlander, volgens mij. Kan je daar wat over vertellen? Ja, dat komt iedere keer weer terug in alle... Want dat is wel grappig, want als ik nog zo'n geïnterviewd, dan doet zo'n interviewer natuurlijk zijn werk en die leest het even in. En iedereen noemt hetzelfde moment. En dat is denk ik die tweet van Alexander Klupping. Dat was een belangrijk moment over mijn crowdfunding. Maar ik denk dat Alexander Klupping ook kriegel van zou worden als hij zou... Nee, dat ging hartstikke goed. Dat is hartstikke goed. Ik heb voor de crowdfunding 100 pakketten zelf met de hand gemaakt. Die zaten in die doos. Ja, de originele. Die gebruik ik tegenwoordig niet meer, want het lijkt net alsof er een laptop in zit. Maar dat was mijn eerste versie van het boekenier-dossier. Die was ook nog anders en minder leuk. En die waren wel helemaal met de hand in elkaar gepuzzeld. En daar heb ik allemaal tests mee gedaan. En die heb ik ook geprobeerd natuurlijk terecht laten komen bij mensen die zo enthousiast mogelijk waren en zo invloedrijk mogelijk waren. Zo dingen als voorbereiding op mijn crowdfunding. En dus ook heb ik een aantal verschillende bekende Nederlanders weten te bereiken via mensen die hun goed kennen, via vrienden van hun. Dus mensen die bijvoorbeeld goed bevriend waren met Jonica Smeets, die hebben dan uiteindelijk, heb ik namens hun het cadeau gedaan aan haar. En zo ging dat met meerdere mensen. En dan kreeg ik dan in sommige gevallen kreeg ik daar een fijne melding van. Iemand zei, hey, dit heb ik gekregen, dit is leuk. En hier is de crowdfundingpagina. En Alexander Klupping, dat was de meest invloedrijke, dat klopt wel. Die had natuurlijk een hele grote following op Twitter. Dat zijn mensen die volgen hem omdat hij leuke dingen laat zien. Dus die zijn er, dus het is een heel geschikt publiek ervoor. En hij had gewoon een hele enthousiaste tweet dat het super vet was en een hoop uitroeptekens. En die tweet kwam ook nog op precies het goede moment. Want zo'n crowdfundingcampagne duurde 40 dagen. En dan, zoals altijd, week 1 is een hele hoge piek. En dan heel lang bijna niks. En aan het einde heb je nog een piek. En dat is moeilijk, joh. Die periode halverwege. Dat is demotiverend. Dat is niet normaal. Herkenbaar. Maar die allerlaatste week, dan zat ik dus op 80% of zo. En dan hadden we nog maar een paar dagen te gaan. En dat is natuurlijk überhaupt het perfecte moment voor iemand om op die campagnepagina te komen. Dan denken ze echt, hey, als ik nu meedoe, dan heeft dat invloed op de slagingskans. Ja. En dat is het meest vruchtbare moment eigenlijk om iemand op je campagnepagina te laten komen. En toen kwam die tweet. Nou, toen ben ik in één dag van 80% naar 140% geschoten. Ja, en uiteindelijk dus op 150% of zo geëindigd. En dat is wel goed ook geweest, want het doelbedrag dat ik had gesteld was natuurlijk te laag. Want zo gaat dat. Uiteindelijk het bedrag dat ik heb opgehaald was nog maar ten nauwe nood genoeg om te kunnen doen wat ik wilde doen. Maar ja, toen had ik wel een lekker groot voorraad boekenier-dossiers net voor de kerst. En dat is het begin geweest van Puzzelpost. Ja, leuk is dat, hè? Dat zoiets zo kan plaatsvinden. En eigenlijk is het wel mooi. Je hebt een idee in je hoofd en dat er dan met de digitale wereldje nu, dus dat er zulke soort mogelijkheden zijn om toch op een andere manier een hele grote groep mensen te bereiken. Want ik weet niet of iedereen die luistert of kijkt weet wat crowdfunding is. Maar je stelt een bedrag en je zegt als er van tevoren zoveel mensen aangeven dat ze het spel willen kopen of het project willen steunen voor dat bedrag. En je haalt het bedrag, dan pas is het project geslaagd en dan pas zijn de mensen het bedrag zeg maar kwijt, dan moeten ze het betalen. En stel je voor dat iemand zegt, ik ben helemaal gek geworden in mijn hoofd en ik ga een project maken en ik heb een miljoen nodig en hij blijft steken op 1000 euro. Nou, die mensen die 1000 euro van tevoren hebben gezegd toe te kennen, die zijn dat bedrag dan niet kwijt. Dus het is een hele safe manier om vooral makers van dingen te steunen vooraf. En het is ook een soort van, marktonderzoek voor diegene die het spel lanceert. Want die weet meteen of het geslaagd is of niet. En je kent het waarschijnlijk zelf wel van Rita Orloff. Die naam kennen wij goed. Die heeft net onlangs ook een hele mooie Kickstarter gehouden op een crowdfunding op Kickstarter. Ja, die is ook volgens mij is over de 200.000 euro heen gegaan. En die heeft bijna 400.000 dollar gehaald. Oh, zoveel. Dat was echt 800% van het doelbedrag of zo. Ja, dat was echt te
Nou, te veel is het natuurlijk niet, maar ik had zelf niet verwacht dat er zoveel mensen daarop zouden reageren. Heb je het andere spel van Rita gespeeld? Nee, want die is het dus niet, hè? Nee, die is op. Ja, daar heb ik er een van. Ja, Die maar zijn. en dat is zeker leuk, want dan wil ik hem graag een keertje spelen, zodat ik er ook wat over kan vertellen hier zo in de podcast. Of desnoods een keertje zien en kijken, want ik weet ook, hè, heel vaak heb je bij thuismysteries dat je dingen moet gebruiken. En als je het gebruikt hebt, ja, dan kan je hem eigenlijk niet nog een keertje spelen, tenzij er een navulpakket is. En dat wordt ook heel vaak gedaan, een navulpakket. Maar nou ja, dat is dus het fenomeen crowdfunding. En ik denk dat het spel wat ik hier dus heb, die gaat ook zeker via crowdfunding gelanceerd worden. In Ja, eerste ik ben instantie er nu ook mee bezig. in het Engels. Maar ik denk dat ik ook een keer een Nederlandse crowdfunding ga proberen op te zetten. En dat gaat iedereen dan vanzelf natuurlijk horen. Dan kom ik meteen bij mijn volgende puntje. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd of je nog nieuwe projecten hebt die op stapel staan. Ja, nou dat is best wel een goed bruggetje, Jachien, want ik ben ook naar een crowdfunding toe aan het werken. Destijds heb ik dus een crowdfunding gedaan op de Nederlandse markt om genoeg geld op te halen om het bedrijf zeg maar mee te kunnen beginnen. En dat was worstelen, want ik had helemaal nog geen publiek en geen following. En al mijn vrienden en familie moesten alle hens aan dek en dat is toen gelukt. Hopelijk is dat nu een beetje anders, want ik heb nu natuurlijk een paar duizend van die spellen verkocht en ik heb mijn following. Ik hoop dat mijn volgende crowdfunding, daar zit als het goed is wat minder risico aan verbonden. Dan denk ik gewoon dat het gaat Ja, je lukken. hebt En een base. Ja. dat wordt ook een Engelstalig spel, maar ik wil hem in het Engels en in het Nederlands uitbrengen. Ik ben daar nu mee bezig. Kijk, je ziet die vellen hier aan de muur hangen. En Ja, ik ik heb ken het, een ken hele ruimte aan vol met het. dat soort vellen, met tijdlijnen en ideeën van het verhaal dat ik wil vertellen. En dat is een spel dat qua vorm redelijk lijkt op de huidige puzzelpostspellen. Dus ook een avond spelen. Het is een spel met twee hoofdstukken, maar die koop je samen. Dus je kunt er twee avonden mee spelen. En het speelt zich af in de jaren 90. En de hoofdpersonen zijn tieners op een zomerkamp die dingen ontdekken over dat zomerkamp. Maar ook, en dat is mijn grootste ambitie, en ik hoop heel erg dat dat goed gaat lukken, die ook dingen ontdekken over zichzelf. Die een karakterontwikkeling wil maken. En dat is eigenlijk mijn grootste ambitie nu. De spellen in ons genre, al die pakketten, hebben bijna allemaal een nogal episch en simpel en spannend verhaal. Er is een bom, of er is een virus, of er is een geheim genootschap. Ik bedoel, ik ben er ook schuldig aan geweest. Het is ook helemaal niet verkeerd. Het is lekker escapisme, lekker avontuur. Of er ligt ergens een schat, hè? Dat ook. Maar ja, er ligt ergens een schat, precies, goed voorbeeld. En zoals ik net al zei, toen ik begon met dit soort pakketten, wilde ik zo graag op zoek naar de magie van post als manier om een verhaal te vertellen. Zeg maar, en die oude documenten en zo. En dat is me tot een zekere hoogte wel gelukt, maar ik wil nu eens kijken hoe ver je daarmee kan gaan. Wat er nou echt mogelijk is met ons medium. Ik Leuk. wil echt graag een verhaal vertellen, een coming-of-age verhaal, zo'n soort van klassieke young adult novel zou je kunnen zeggen, in deze vorm. En er is absoluut avontuur, en er zijn geheimen, en er zijn puzzels, en er is misschien wel iets bovennatuurlijks en zo. Maar het gaat echt om personages die hun eigen angsten en motivaties hebben, en die aan het einde van het verhaal een ontwikkeling hebben doorgemaakt. Interessant, En zeer interessant. ik weet niet of dat gaat lukken. Dat is namelijk heel moeilijk, want om een emotie op te wekken bij een personage heb je vaak wel wat tekst nodig. Zeg Ja. maar, dat doe je niet in een halve zin. En je wil niet dat mensen eindeloos gaan zitten lezen. En je wil zeker niet dat geheime boodschappen al te lang zijn. Want dat is helemaal niet leuk om die letter voor letter te ontcijferen. En ik ben heel erg op zoek naar slimme manieren om er een mooi emotioneel verhaal van te maken. Ik ben heel erg benieuwd. En nou ja, tegen die tijd dat je een playtester nodig hebt of een review van tevoren. Ik hou mij natuurlijk aanbevolen. Dan past die weer mooi hier in het kastje. Ik denk dat ik op een gegeven moment meer ruimte moet maken. Want dat gaat natuurlijk nooit passen bij die spellen die aan het uitkomen zijn. En wanneer verwacht je dat te gaan lanceren? Of is dat nog een onbekend gegeven? Ik heb wel een planning. En een planning die ik een tijdje geleden gemaakt heb en waar ik nu eigenlijk al op achterloop, zegt dat de crowdfunding in maart gaat plaatsvinden. En dat wordt dus waarschijnlijk wat later. Ja, die van mij die hoop ik eigenlijk daarvoor al te gaan lanceren. Ja, ik heb eigenlijk de meeste puzzels heb ik al, maar ik ben nog niet helemaal tevreden. Dat herken je waarschijnlijk ook wel. Ja, Dat zeker. het nog even. Maar ook weer. Hè,
het is al goed genoeg zoals het is. Want mensen over de hele wereld hebben hem al getest. Waarschijnlijk ook wat mensen die je kent. Volgens Rita heeft ze ook liggen. Ik weet niet of ze ze al getest heeft. Maar ook van de Post Curious. Nee, dat is Rita. Nee, die andere uit Hawaii. Ik weet niet, je kent ze waarschijnlijk ook al. Michel en Yassine, die hebben ze... De Society of Curiosities. Precies. Daar heb ik nu een tabblad van overstaan, omdat iedereen zegt dat ik hem moet spelen. Hij is onderweg naar mij. Onderweg. Dat heb ik heel slim gedaan. Ik heb gewoon gezegd, weet je wat? Want het is eigenlijk heel duur, hè, om het naar de andere kant van de wereld te sturen. Ik zeg, weet je wat we doen? Ik stuur mijn kist naar jou. Ja, en jij stuurt jouw spel naar mij. Het zijn we alleen de verzendkosten kwijt. Nou, dan zagen ze wel zitten. Ja, dat is leuk. Ja, ik heb ook... met Rita heb ik ook mijn trilogie geruild voor Teleport. Nee, dat is niet waar. Nee, ik heb hem geveld voor Emerald Flame. Minder goede deal, want die is goedkoper. Ja, Teleport, als je die nu nog hebt, dan moet je erop blijven zitten. Want ik hoorde allemaal gekke verhalen, wilde verhalen dat hij op eBay aangeboden werd voor €1000 of zo of meer. Dat weet ik niet. Maar, dus als je ooit... Ik ben best wel zuinig geweest op mijn exemplaar. Hartstikke goed. Het is het leuke, want daarom heb ik die ook nog steeds bewaard. Dat is de thuismysterie waar ik tot nu toe zelf het meest plezier aan heb beleefd. Die ik het mooist vond. Die lijkt ook, zij heeft ook qua design en filosofie, zit zij het dichtst bij wat ik zelf probeer te doen. En dat vind ik heel leuk. Dat is heel goed. Dan zijn er nog een paar kleine dingetjes die we moeten doen voordat we afronden. Voor iedereen die luistert en kijkt en het spel of meerdere spellen van of delen eigenlijk van de puzzelpost van Ruud al heeft gespeeld. Die kan op thuismysterie.nl een review schrijven en een cijfer geven. Dus dat kan op thuismysterie.nl. Het kan zijn dat nog niet alle delen er dan goed op staan. Want we gaan eens even kijken of Ruud nog wat mooie teksten voor me kan leveren. Om dat erop te zetten. De delen staan erop, maar daar komen nog mooie foto's bij en teksten. En als je natuurlijk nog niet gespeeld hebt, dan kan je daar ook eventjes terecht om te kijken wat andere mensen ervan vinden. En uiteindelijk natuurlijk op puzzelpuzzel.nl hem bestellen. Ik zou het zeker aanraden. En wat ik bij de andere afleveringen bij de podcast gevraagd heb aan diegene die te gast is. Heb jij boeken die jij de lezers, de kijkers zou aanraden? Eén of meerdere boeken. En dat mag te maken hebben met thuismysteries of deze branche. Het mag ook totaal iets anders zijn. Gewoon om de mensen te inspireren om wat te lezen. Oh, wat leuk. Nou, de eerste waar ik aan denk is The Art of Game Design. Dat is voor mij het spelontwerpboek dat mij het meest geholpen heeft. Van wie is het ook alweer? Nou, dat moet jij in de show notes zetten. Dat zoek ik op. En dan zet je hem erbij. Alles komt in de show notes. Van mij betreft, ik heb een hoop verschillende studieboeken en zo over spelontwerp gelezen. En die heeft mij absoluut het meest geholpen. Maar dat is al wel lang geleden, dus ik ga er niet over in detail treden, want dan klopt het vast niet wat ik zeg. Een andere is The Maze of Games. Heb je die al gehoord? Ja, die heb ik nog niet gehoord al iemand, maar ik heb hem zelf... wel, die titel heb ik al eerder gezien. Misschien heb ik het boek ook eigenlijk wel. The Maze of Games is een spel. Is dus niet een studieboek. Even denken. Dat is... Ik denk dat eigenlijk de beste manier om te omschrijven is... Het is een soort heel vet gepimpt kruiswoordboek. Het is een boek van 200 pagina's. Je kunt hem ook als pdf kopen. Dat heb ik gedaan. Dan is die €5 of zo. Het is heel mooi geïllustreerd. Het gaat over twee kinderen in de Victoriaanse tijd die door een of andere magisch wezen in een magisch doolhof worden gestopt om ze te teisteren. Het verhaal staat helemaal nergens op. En elke pagina komen ze een bijzondere situatie tegen. Dus dan wordt er een verhaaltje verteld over de troll die ze dan weer te slim af moeten zijn. En dan is er een pagina met een puzzel. 80% van de puzzels zijn taalpuzzels, kruiswoordpuzzels, maar dan met een... Bijna altijd met een interessante twist. En je merkt gewoon de ontwerper, Mike Selinker heet hij geloof ik, die kan zulke leuke dingen met taal. Die kan zulke knappe kruiswoordpuzzels maken waar dan een verrassing in verborgen zit. Daar heb ik heel veel plezier aan beleefd. Het is heel veel. Ik heb mezelf niet uit. Ik ben halverwege ongeveer gestrand. Want het is echt, je kunt er heel lang mee bezig zijn. En een andere, dat is misschien eigenlijk wel leuk om dat mee af te sluiten. Dat is dit boek. Misschien niet per se een aanrader, maar wel een die ik leuk vind om te laten zien. Die heb ik mezelf cadeau gedaan, omdat ik dus nu met een spel over zomerkamp in de jaren 90 bezig ben. Summercamp. Dit is een fotograaf die in de jaren 80 en 90 bij zomerkampen de foto's mocht maken.
Nou ja, en dat geeft mij dus gewoon de perfecte de sfeer en de setting. En dit helpt mij ontzettend om de wereld... En het is zo'n mooi boek. Ja, om dat te snappen. Gewoon, ja, goed, dat ja, dat zeer... is waar ik nu heel blij mee ben. Ook al is het natuurlijk voor de gemiddelde luisteraar misschien wat minder relevant. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om wat jij mensen aanraadt. En als mensen dan toch het leuk vinden om het te gaan bekijken. Van Mark Steinmetz. En dat is een fotoboek. Ja, en jij zei net ook, hè, die Maze of Games. Dat liet mij aan het volgende denken. Ik luister af en toe naar een Amerikaan. Chris Waters. Ik weet niet of je hem al kent. Moet je zeker eens even kijken. Hij maakt eigenlijk hetgene wat wij doen. Maar hij doet dat voor individuen. Bijvoorbeeld, stel je voor, je wil je vrouw ten huwelijk vragen. En je wil er een hele leuke dag van maken. Hij maakt daar een hele toffe dag van met... puzzels, routes, acteurs en weet ik wat allemaal. Dat diegene die van tevoren 's ochtends van de bed gelicht wordt, 's avonds in één keer ten huwelijk gevraagd wordt en daartussen een heel avontuur beleefd heeft. Dat doet hij. En hij heeft sinds kort, door de corona heb je natuurlijk tijd over. Hij in ieder geval. Want hij kan al zijn klanten nu op dit moment niet bedienen. Is hij ook met een podcast begonnen. En daar heeft hij een gast in gehad. Ik weet even zijn naam niet, maar ik zal het hier ook onder zetten bij de show notes. Dat is een puzzelmaker van de New York Times. En die heeft geprobeerd nieuw soort puzzels te maken. Hè? Want er zijn een paar soorten categorieën waar alle puzzels zo'n beetje in passen. En dan is het echt heel moeilijk om iets nieuws te gaan verzinnen. En hij had echt een hele leuke tussen zitten. En hij noemde het Parasite. Moet je maar eens opzoeken. Als je de podcast op YouTube terugkijkt, daar staan een paar voorbeelden van die puzzels in. En dat is voor iedereen hartstikke leuk om te zien. En het zijn dan dus puzzels, zeg maar, natuurlijk een nieuw soort puzzel, maar in die in de krant staan, zoals je kruisenpuzzels en sudoku's en dat soort dingen hebt. En dan een nieuw soort puzzel van die categorie. Ja, en die wij zelfs, denk ik, op de een of andere manier zouden kunnen gebruiken in een van onze spellen. Dat weet ik nog niet helemaal, maar ik gok erop dat er wel een mogelijkheid voor is. En dan kom ik bij mijn laatste vraag. Wie denk jij dat ik nog zeker moet gaan uitnodigen in deze podcast? En dat mag een maker van spellen zijn, mogen ook enthousiaste spelers zijn. Of iemand die ons zou kunnen inspireren. Heb jij iemand in gedachten? Nou, dat is een moeilijke vraag. Daar had ik mij voor volgens bereiden. Jazeker, nullig hè, zo'n vraag. Het is wel handig dat het Nederlandstalig is, neem ik aan. Ja, maar ik denk dat als dit op een gegeven moment hier flink wat afleveringen van zijn, dat ik ook een Engelse versie ga maken. Dan moet ik wel een beetje mijn best doen met mijn Engels, maar dat moet wel gaan lukken, denk ik. Ja, goed, alles op tijd. Maar daar hebben we geloof ik hebben we ook wel genoeg... En als je het nu niet weet, mag je het ook op de app zetten. Dan zet ik ze daarna eronder in de show notes. Oh nee, dat hoef ik dan helemaal niet erbij te zetten. Dan ga ik die mensen op mijn lijstje zetten en dan ga ik ze uitnodigen. Ik kan denk ik wel iemand... Dat is niet de meest voor de hand liggende keuze misschien, maar dat is wel leuk. Dat is Michel Groenestein. Oh, ik moet wel zeker weten dat ik zijn naam goed zeg. Het zou knullig zijn, zeg, als hij nou eigenlijk net anders heet. Nee, Michel Groenestein. Is dat zo? Nou, dat gaan we zeker. Knippen, dat kun je allemaal afknippen. Dit is onzin. Sorry, Engin, dat geeft je extra editwerk. Oh, dat geeft niet hoor. Het zou echt stom zijn als ik het nou... Ja, gelukkig. Michel Groenestein. Oh, gelukkig. Die is ook van... die heeft ook een aantal escape rooms op zijn naam staan. En die is nu weer met een heel ander immersive theater project bezig. Maar wat hij onder andere ook heeft gemaakt een tijdje terug was Haylove. En dat is niet helemaal van de grond gekomen, maar dat kwam ongeveer tegelijkertijd met Puzzlepost op. En dat lijkt een beetje op wat jij net omschreven hebt. Maakten dus... pakketten, heel mooi, een beetje niveau en Mysterious Package Company. En dat was bedoeld om dan voor je lief, voor je partner, een mooi gecustomized speurtocht te maken. Eigenlijk wat jij omschrijft, omdat er iets meer van je eigen werk in zit. En zij zitten allemaal mooie flesjes en dingetjes en ze stellen je vooraf ook wat vragen en zo. En die uiteindelijk leidt tot een mooi romantisch moment en een eindcadeau. En dat cadeau was dan een verrassingsticket naar voor een citytrip. En dat zit allemaal in de prijs inbegrepen. Ja, nu je het zo zegt, ik heb die website wel een keer gezien inderdaad. En ik zag toen ook dat het volgens mij niet meer actief was of is. Nee, Haylove is nu niet meer actief. Hij is wel, want het lijkt natuurlijk een klein beetje op Surprise Me, van die citytrip dat je niet weet waar je heen gaat. Nou, daar is hij volgens mij tegenwoordig met de man van Surprise Me, is hij aan het samenwerken om iets nieuws te maken van Immersive Theater. En samen met Tristan Huppe Guimaraes, als ik die achternaam goed uitspreek, wat dan ook weer mijn
partner is in Puzzle Post, of nog niet officieel, maar die heel veel samen met mij samenwerkt. En die, als het goed is, ooit ook onderdeel van Puzzle Post wordt. Dus het is een heel klein kringetje. Oh ja, ja, zeker. Ja. En zij zijn met z'n drieën bezig met Hotel Wonderland. En ik ben niet de juiste persoon om te omschrijven wat dat precies is, maar dat wordt een heel bijzondere ervaring. Ik ga ze gewoon uitnodigen en dan gaan we het eens even hebben over Hotel Wonderland, want daar ben ik natuurlijk ook erg benieuwd naar natuurlijk nu. Al is dat dus niet een thuismysterie. Daarom moet je wel... Dat nee, maar dat vertel ik de mensen ook. Hè. We zitten op thuismysterie.nl en dat is natuurlijk de hoofdmoot. Maar er zijn heel veel raakvlakken bij allerlei soorten spellen. De mensen die thuismysteries leuk vinden, die vinden zeker ook escape rooms leuk. En allemaal dat soort stadspellen, et cetera. Dus die komen allemaal aan bod. En die mogen zeker ook een plekje claimen hier zo in de podcast. Maar voor nu, ik vond het hartstikke gezellig je hier te hebben als gast. We hebben mooie interessante dingen besproken. Dingen die eventueel voor de mensen handig zijn om terug te kijken, die komen natuurlijk hieronder in de show notes terecht. En nogmaals, heb je de spellen van hem al gespeeld? Laat even een review achter op de website en geef hem een cijfer. Dat is altijd leuk voor de maker om te zien wat er allemaal naar voren komt. En dan kan ik niks anders doen dan iedereen bedanken voor het luisteren. En Ruud nogmaals bedanken voor het aanwezig zijn. Tuurlijk, dankjewel. Zeker, tot ziens.